Welkom, dit is een wereldprimeur, de eerste vlog van Hiket Nunk. Onze vlogs vertrekken altijd van een stelling, en voor deze eerste blog luidt mijn stelling er zijn ferme gelijkenissen tussen Tony, hoofdpersonage van Afterlife, en Orpheus, de antieke zanger en performer. Soms komen de dingen op een vreemde manier samen, hè? ik was net bezig met het herwerken van de Orpheus-mythe, zoals een video's die beschrijft. En ik keek tegelijk naar het derde seizoen van Afterlife. En toen dacht ik: That's it. Tony is eigenlijk Orfeus. Um, waar gaat het over bij de figuur van Orfeus? Laten we daarmee beginnen in de oude mythen. Hij is een grote zanger, performer, dat zei ik al. Tony is een mislukte journalist, maar dat doet nu even niet ter zake. Ik heb het over andere zaken. Over wat ze in hun privéleven, om het zo te zeggen, meemaken. En natuurlijk zijn er nog grote verschillen tussen de twee. Maar nog eens, dit laat ik terzijde. Orfeus. Verliest zijn vrouw veel te vroeg. Uridike sterft na een adderbeet op hun huwelijksdag, dat is dus dramatisch. Hij kan haar niet loslaten. Um, hij zegt bij Ovidius letterlijk: ik citeer, ik wilde wel berusten, ik verzeker het jullie, ik wil het, maar amor wint. Vergilius, een andere Romeinse dichter, spreekt over een ziekelijk verlangen naar zijn dode vrouw. Iedereen leeft met Orpheus mee, zelfs de schimmen in de onderwereld. Hij blijft maar klagen en uiteindelijk mag hij dan van de goden van de onderwereld Eurydike weer met zich meenemen vanuit de onderwereld. Hij mag terug naar boven van de goden, samen met haar. En hij dreigde intussen wel, als hij dat niet had mogen doen, dat hij dan liever in de onderwereld bleef. Twee doden dus in één keer. Ze keren terug, maar finaal verliest hij haar door de te vroeg achterom te kijken. En ze wordt weer een schim. Ze valt terug in de onderwereld. Het wordt dus wachten tot hij sterft, tot ze weer samen mogen zijn. En daarna, na haar dood, um, wil hij zijn leven lang niets meer weten van vrouwen. Laat staan van een nieuwe relatie. Ik citeer allemaal dat het hem slecht was vergaan of uit rouw, zegt Ovidius opnieuw. Dus eigenlijk blijft Orpheus voor eeuwig in de rouw. Hij wordt aan het eind van zijn leven dan verscheurd door razende vrouwen. Maar dat is natuurlijk een typisch mythisch einde. Waarom dacht ik? Bij Tony in Afterlife aan Orfeus. Tony verliest zijn vrouw veel te vroeg. Hij kan haar niet loslaten, zegt hij ook zelf. En mensen leven met hem mee, proberen hem te helpen, zoals dat bij Orfeus ook het geval was. Maar hij blijft maar rouwen. Hij roept, ook, hij roept ook zijn vrouw voortdurend weer op in de bekende filmpjes, die we dan voortdurend te zien krijgen toen ze nog leefde, samen met een hond. Enige moment ook waarop hij oprecht volgens mij lacht. Tony, hoofdpersonage, zoals Orfeus, Eurydice probeert bij zich te hebben. Getroost worden, ziet Tony als een soort verraad aan zijn overleden vrouw. Dat doet mij denken aan wat Patricia de Martelare, Vlaamse filosoof, wijlen Patricia de Martelare, noemde het verlangen naar ontroostbaarheid. Tony reageert zijn boosheid af op. De levende rond hem heen, op zijn omgeving eigenlijk, zoals Orpheus, die niet meer wil weten van vrouwen. En aan het eind van dat derde seizoen, waarschijnlijk het laatste seizoen, zien we Tony wegwandelen met een hond en met zijn vrouw, die letterlijk in een schim verandert. En hij wandelt de natuur in.